Dit is een podcast van AT5. Hooggeëerd publiek. Kaal en Kokkie hebben hun theaterdebuut gemaakt in het Delamar Theater in Amsterdam. We gaan vandaag even terugblikken op die theatershow. En we gaan natuurlijk even vooruitkijken naar aankomend weekend, waar Ajax gaat spelen tegen PEC Zwolle. Dames en heren, welkom bij de Kale en Kokkie podcast. Dan zou je zeggen van, dan komt er iemand binnenlopen met zo'n zijzebroodjes, maar nee hè? Dat werd wel goed ontvangen. Zo hè? Zo. Leuk hè? Ja. Hey heren, hoe gaat het ermee? Ja. We zijn langzaam aan het bijkomen. Dat, heb ik zo, dat idee heb ik echt. Ik ben nu wel een beetje uitgerust. Maandag was ik echt helemaal kapot. Leeg. En leeg. Ik weet niet waarvan, want je hebt in wezen geen reet gedaan die hele zondag. Maar ik was wel echt kapot maandag. Ja, wat voelde je maandag echt toen je op een gegeven moment thuis was? Ja, ik ben niet gewoon leeg. Ik heb maandag met mijn honden gelopen. Ik ging op de bank een filmpje kijken bij Netflix. Nou, ik denk dat ik het begin gezien heb en de aftiteling. En verder is ik zou het nog goed niet weten. Kale, hoe voelde jij je maandag? Het is een vergelijkbaar. Alleen, weet je, je denkt op een gegeven moment van wat de meeste mensen die aanwezig waren wel gezien zullen hebben. Ik was redelijk geëmotioneerd in het begin van de show. En dat had alles te maken met het oppompen van de weken daarvoor. En dan krijg je een soort van ontlading in 2 uur tijd even afgerond. De adrenaline stroomt door je lijf heen. Dus ik had ook zoiets van, ik had een aantal slapeloze nachten daarvoor gehad. En ik dacht van nou, dat wordt dus nu vanavond lekker slapen. Nou, integendeel, want ik heb de hele nacht heb ik van alles gezien, behalve de binnenkant van mijn ogen. En maandag was ik net als Kokkie gewoon leeg op, klaar. Maar wel met een heel, heel erg voldaan gevoel. Misschien dat ik er nog heel even iets over mag zeggen. Want het wat ik net tegen Bart ook vertelde. De volgende ochtend even teruggegaan om wat dingen op te halen. En toen werd ik door een aantal mensen van Delamar aangesproken. Die zeiden van, god, heb je eventjes, kunnen we even een kop koffie drinken? En die waren zo onwaarschijnlijk enthousiast over hetgene wat ze die avond gezien hadden en meegemaakt hadden. Met name ook vanuit het publiek en het publiek zelf. Gedisciplineerd, niet alleen dat, maar de sfeer heel anders als het, zeg maar, tussen aanhalingstekens doorsnee theaterpubliek. Ze hadden een heel ander publiek binnengekregen. Maar ze hebben het zo onwaarschijnlijk naar hun zin gehad en kregen alle complimenten van dat. Dus dat wil ik ook nog wel even gezegd hebben. Dat vond ik wel heel mooi. Ja, en wat je zondagnacht en al de hele tijd kreeg, filmpjes van mensen, die kreeg je continu toegestuurd. Dus eigenlijk sliep je gewoon ook best wel slecht die nacht. Ik had daarvoor helemaal totaal geen zenuwen. Dat verbaasde mezelf echt. Ik had gedacht, als ik in het theater ben, dan gaat dat wel komen. Maar ja, dat kwam niet, weet je. Het was best wel gewoon rustig. Maar daarna met de filmpjes, de reacties van alles en iedereen, dat was, overweldigend. Echt. Ja. Ja, heel erg leuk. Ja, het is gewoon, achteraf gezien, is het gewoon het is een waanzinnige avond geweest. Ik bedoel, je hebt voor jezelf een bepaald voorstellingsvermogen van wat gaat het worden? Waar gaan we het over? Wat gaan we doen? Zoals we in de zondagavond ook zeiden. En dat is het ook echt. We hebben nog nooit van ons langzaams leven iets op papier gehad. Nou, er stond een draaiboek. Daar stonden geloof ik 6 punten op. En dat was alles. Dat was de voorbereiding. Nou, die hebben ze van tevoren verteld. En dat was het. Ja, dat was het. En voor de rest is het een... Maar als je dan terugkijkt. En het is net als een huwelijksdag, zeg ik altijd. Het is een knip in je vinger en het is voorbij. Zonder dat je het zelf eigenlijk bewust hebt meegemaakt. En die bewustwording van die dag of die avond, die komt pas eigenlijk de dagen daarna. Dan landt het langzaam. Dan zie je wat hij zegt. Alle filmpjes terugkomen. Dan zie je de reacties van mensen. En nogmaals, we hebben geen negatieve wanklank. We hebben niks negatiefs gehoord. Geen wanklank gehoord. Het is natuurlijk ook fantastisch dat gewoon 2 supporters dit op zo'n manier voor elkaar krijgen. Dat zijn bizar. Dat je gewoon in 1,5-2 dagen tijd gewoon die hele zaal uitverkoopt. Ja. En tot op het laatste moment mensen nog steeds aan je vragen. Heb je kaart? Heb je dit? Heb je dat? En ook het besef dat je, nou ja, de videoboodschappen die we kregen van die jongens, maar ook Alex Kroes, gewoon na Ziggo bij ons zit. Bij, niet alleen voor ons twee, maar natuurlijk ook met je supporters, met je ding wat erbij is. En dat is gewoon fantastisch als je dat meemaakt. Ja. En daar waren er nog wel een paar jaloers op, hè? Ja. Want Pino en Mieke, die hebben daar nog wel met z'n tweeën wel opmerkingen over gemaakt.
Die noemen jou dan in één keer ook Peppy in plaats van Kale. Toen ik dat stukje hoorde, toen moest ik toch wel heel erg hard lachen. Heb je toch wel het idee dat je van een grote krant toch wel aan het afdwalen bent naar een niveautje schoolkrant? Zoals Louis van Gaal het ooit zei, jij met je krantje. Maar ik vond deze opmerkingen die meneer maakte wel heel erg triest. Het is wel echt niveautje... Welke opmerking bedoel je daarmee precies? Nou ja, dan moet iedereen maar voor zichzelf maar kijken. Maar hij zegt bepaalde dingen over Ajax supporters en dingen. En dan denk ik bij mezelf... Hij over een Ajax-klikker. Hij praat daadwerkelijk ook over incestieuze toestanden. En nou, dat soort opmerkingen. En ik denk dat je, als je dat gaat maken, dat je wel even een paar afslagen gemist hebt. Maar goed, weet je, let it be. Ja, nee, ja goed, het zegt toch heel veel over wat jullie hebben neergezet. Ja, weet je, dat is te veel eer naar ons toe. We hebben er 14 jaar met heel veel plezier hebben we eraan gewerkt. Het is eigenlijk een soort van compilatie over hetgeen wat er de afgelopen 14 jaar gebeurd is. Het zou te kort door de bocht zijn om de mensen die daadwerkelijk in de productie gezeten hebben, de bedoel met name Thomas Bruining en ook Heerde van Warmedam. De mensen in ons heen, de mensen van de Lamar, jullie... Jij met Sam en alles wat je broer en die andere jongen die daar de shirts verkopen. Weet je, het is iedereen was voor ons bezig. Dat is ook wel heel prettig, hè? Dus we hebben daar alleen maar hoeven zijn. En dat maakte het voor ons heel relaxed. En het is nog maar een keer een onvergetelijke avond geweest. In ieder geval voor mij. Ik denk wel even voor Kokkie. Wat wel heel leuk is, dat iedereen nu al vraagt, wat wordt volgende? Ja. En mensen ook zeggen, ik hoop dat ik dan wel een kaart heb. En dit, allemaal van dat soort dingen wat je naar je hoofd krijgt. En... Kale, wanneer komt de volgende? Ja, nou ja, dat komt de volgende keer als ik achter het stuur zit. Denk ik, krijg ik dat te horen of zo. Ja. Ik heb geen idee, maar dat gaan we zien. We gaan in ieder geval evalueren. En dan gaan we de boel eens een keer goed op de rit zetten. En kijken wat we verder gaan doen. Nogmaals, we zitten nu achter een microfoon. We gaan het over Ajax hebben. En zondag is geweest. Het was hartstikke leuk. Het was onvergetelijk. Ik ben heel veel mensen heel erg dankbaar dat ze dit mogelijk gemaakt hebben. En we gaan nu door. Bedankt iedereen voor die 14 jaar, behalve mij. 14 jaar, dan gezeik aan mijn kop. Weet je, daar zegt hij helemaal niks over. Na afloop gaat hij er één speciaal bedanken voor het gezeik. Ik denk, nou, daar komt hij aan. Hoor. Pas naar voren, dan gaat hij dan met zijn vrouw hebben. Ik denk, ah, vriend, jongen. Maar ja, goed. 14 jaar, ik ben 14 jaar. 14 jaar, het is wat? Het is wel veel. Zo. Zoals het op het podium gezegd, het is meer dan gemiddelde. En dan noemt hij het als een relatie. 14 jaar zonder seks is ook best veel. Ja. Want het is natuurlijk wel gewoon platonisch tussen ons. Dat gaat wel blijven. Ja, ja toch wel? We hebben voor het eerst aan zakjes gezeten. Aan wat? Aan zakjes hebben we gezeten. Voor het eerst. Wat voor zakjes? Wat heb jij nou over? Plastic zakjes. Oh, dan hebben we samen shirtjes. Dat is leuk, want dan gaan die dingen gewoon zelf doen. Ja. En dat is nu gewoon serieus werk. Handgeschreven labels, dames en heren. Te schrijven en ik die dingen in die zakjes te doen. Ja, en we hadden een klein beetje hulp. Ja. En dat was wel echt wel heel erg prettig. Ja, ik was op jullie Facebook inderdaad. De Impact Service, die was hard aan het draaien. Het is net Sinterklaas. Is hartstikke leuk. Is nog leuk om te doen ook. Echt waar. En jullie dus, mensen gaven ook reacties. Dat is ook wel weer leuk. Mensen die de t-shirt ontvangen hebben. En die op een gegeven moment... Ja, misschien kun je dat shirt nog even... We zullen hem zo nog even laten zien. Er zijn er nog een paar. Nog een paar. De liefhebbers. Ja, 100. En... ja. Ze gaan wel hard, hè? Ja. Het gaat echt gigantisch hard. Ja. En dat wordt natuurlijk straks ook ridicule, hè? Als je mensen op een gegeven moment op straat ziet lopen met zo'n ding aan. Het wordt natuurlijk wel raar als je straks naar het Ajax-stadion gaat. En het wordt nu natuurlijk lekker weer. Ja. En je ziet daar gewoon dat shirtje voorbij komen. Het is ook wel weer even wennen, denk ik. Dus, het was leuk. Jullie gaven wel aan, Alex Kroes was in de uitzending. Ja. En wat voor indruk maakte hij op jullie? Nou, om daarbij op af te trappen. We hebben Alex Kroes de afgelopen weken leren kennen als een hele doortastende, open-minded, aardige, vriendelijke man. Die een hele duidelijke visie heeft over hetgene wat er moet gaan gebeuren. Die heilig overtuigd is van het feit dat hij dat niet alleen kan, maar in teamverband gaat doen met de mensen die hij inmiddels om zich heen verzameld heeft. Die voor een onwaarschijnlijk grote opgave staat. Dat realiseert hij zelf als geen ander. Maar dat moet iedereen zich ook realiseren. Ja. Hè? Het is niet zo dat die man dat op hele korte termijn kan doen.
Alleen ook door hoe hij spreekt en wat hij van plan is en wat hij doet, is er nu wel eindelijk weer vertrouwen in dat dat komt. En wat ik ook vind bij die man, als je ziet hoe die praat, hoe die voorkomt, hoe die overkomt, dat is ook een verademing natuurlijk in vergelijking met als we Edwin van der Sar voor de ding hadden. Ja, het is heel ander type mens. Ja. Nee, maar deze zegt ook veel meer welke kant hij op wil, wat voor dingen hij wil. En we moeten alleen allemaal beseffen dat ook hij dat niet in één keer kan. En ook hij kan niet zorgen dat je volgend jaar in één keer patsboom om de titel meespeelt. Nou, ik denk dat hij dat ook wel slim gedaan heeft. Hij heeft natuurlijk het verwachtingspatroon naar volgend jaar toe, of naar het volgend seizoen, heeft hij al getemperd door te zeggen van ja, weet je, het is eigenlijk onwaarschijnlijk dat je volgend jaar om de titel mee gaat spelen. Dat maakt het verhaal voor een toekomstige trainer. We weten wel dat John van het Schip volgend jaar geen hoofdtrainer meer is bij Ajax. Dat voor de nieuwe trainer in ieder geval een makkelijker verhaal gaat worden, tussen aanhalingstekens. Want het blijft onwijs moeilijk om een goede prestatie te gaan neerzetten straks. Maar goed, de voorwaarden om het te gaan doen, die worden langzaam geschapen. Je ziet dat het fundering van het bedrijf Ajax en van de verenigingen van de club Ajax, dat die langzaam begint te komen nu met de invulling van de hoofdopleidingen, met de invulling van directeur voetbal. Het is nu nog de vraag wie de directeur transferzaken gaat worden. Nou, er gaan een aantal namen overal in de ronde. En Alex zelf. Nou, daaromheen zitten nog een aantal mensen met heel veel verstand van voetbal. Hey, noem even in willekeurig voordeel Louis van Gaal, Danny Blind, Michael van Praag. Dus er zitten een aantal mensen. Er staat wel een stevig fundament straks. Ze zijn gewoon keihard bezig met z'n allen om van Ajax weer het Ajax te maken wat we allemaal willen. Precies. Alleen de afgelopen 2 jaar ben je natuurlijk wel best een stukje afgegleden van waar je moet zijn en waar je wil zijn. Ik vond dat Matthijs de Ligt een prachtig statement maakte. Die zei van joh, je moet eigenlijk weer terug naar het Ajax-DNA. Met andere woorden, terug naar de toekomst toe. Eigen talenten voorrang geven, aangevuld met een aantal spelers van buitenaf die zeg maar het cement tussen de stenen vormen. Of en geen vreemdelingenlegioen. En geen vreemdelingenlegioen. Dus terug naar het ISD, naar exact hetgene wat zeg maar ook een Alex Kroes afgelopen zondagavond zei. Ajax moet weer Ajax worden. Dat is zijn credo. Ik denk dat daar verder niets aan toe te voegen is. Dus dat moet het gaan worden. Ja, maar de mensen ook die hem hoorden praten, hè, na afloop allemaal, die waren daar wel heel. Kun je ook zeggen, ja, hij zegt nog niet heel veel, maar de man is 10 dagen in dienst. Wat kan hij nou allemaal? Wat kan hij zeggen? Ja, dus dat. En daar moet iedereen begrip voor hebben. En het is natuurlijk fantastisch dat hij dit podium kiest waar zoveel supporters zijn die hij rechtstreeks benadert. Ja. In plaats van dat hij alleen maar in de tv-programma zit. Ik vond dit echt wel, ja, ook best wel een eer gewoon dat die man daar zit. En dat is niet alleen de 1000 mensen die in die zaal zitten, maar inmiddels is de samenvatting van een aantal zaken is vele tienduizenden keren bekeken. Dus het is voor je achterban. Het feit dat Alex Kroes de moeite heeft genomen om die zondagavond bij ons aanwezig te zijn, heeft zo onwaarschijnlijk veel goodwill gekweekt. En geeft ook zeg maar een beetje het nieuwe elan aan. Het zichzelf openstellen, kwetsbaar opstellen, maar ook de openheid van Ajax als club zijnde. We hebben hier 14 dagen, 3 weken geleden hadden we David Enty zitten, die eigenlijk een soort van pleitbezorger was van de toekomst weer op een of andere manier de toekomst maken waar mensen straks ook terecht kunnen. En niet alleen op zaterdag, maar ook op door de weekse dagen. Hij zei toen op een gegeven moment, misschien moet je wel eens in de zoveel tijd een keer een open training doen. Nou, die vraag hebben wij ook bij Alex neergelegd. En die omarmt dat soort dingen ook. Je merkt duidelijk dat daar op een of andere manier wel over nagedacht wordt in ieder geval. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, nee. Maar in ieder geval over nagedacht. Dus dat is. Daar ook de vraag kunnen stellen van het logo, het oude logo, wat eigenlijk iedereen wil. Maar ook wel hem gezegd van, joh, ik besef dat een heleboel dingen eerst voorrang hebben, ja, voor de club, voor dat. Maar hoe mooi zou het zijn als je 125 jaar bestaat. Dat vind ik wel helemaal. En je gaat dan terug naar dat. Ja. En ja, hij heeft toen ook aangegeven dat dat ook zijn favoriete logo is. Privé. Dus dat wordt daar echt wel over gedaan en over nagedacht. Maar ja, dat kan je niet van de een op de andere dag realiseren. Er zijn allemaal dingen wat dat natuurlijk is. Het is niet zo, oké, pas, we gaan dat doen. Zo werken dingen niet. Ik vond het wel prachtig. We kregen natuurlijk die shirts van hem uitgereikt met 14 achterop. En we zijn eigenlijk toen gemakshalve voorbij gegaan. Want hij kwam uit Liverpool vandaan. Waar
Sven-Göran Eriksson, het Liverpool van de Legends, de Liverpool Legends, voor de eerste keer coachte. Ja. En de man is terminaal ziek. Misschien dat als ik ergens iets over had gedaan die avond, dan hebben we daar nog heel even over begonnen. Ook omdat dat die avond daarvoor gespeeld had, die wedstrijd, of die middag daarvoor gespeeld had, die wedstrijd. Tussen de Ajax Legends en Liverpool Legends. Maar het was natuurlijk, dat was ook een groot feest. Uiteraard. Ja. En ook wel een heel mooi verhaal. Maar goed, dat terzijde. Nou, ik vond het wel mooi om te zien. Ik heb natuurlijk ook even met hem kunnen praten tijdens de show. En het is inderdaad echt iemand die zo'n visie heeft op wat hij wil gaan doen. Maar wat ook mooi is om te zien dat hij wil echt van Ajax weer een club maken. En dat is het mooiste, denk ik, wat er is. Alleen, hoe kijken jullie nou naar de mensen die zeggen, joh, hij is bij Kalen Kokkie geweest. Hij is daar geweest om zieltjes te winnen. Om 5-0 voorsprong te creëren. Hoe kijken jullie naar zulke reacties dan? Ja, ik denk dat die reactie alleen uit jaloezie voorkomt. Van waarom zit hij wel bij die twee en niet bij ons? Maar goed, ik las ook bij sommige supporters. Aan de ene kant vind ik het kan ik me er ook. Hè, als je kijkt als Ajax als bedrijf zijnde. Met sponsoren en wat daar verder aan vasthangt. En preferred media. En, dan snap ik die opmerking in zoverre dat wij niet bovenaan het lijstje staan. Als het gaat om dat soort trajecten. Aan de andere kant. Wat Alex Kroes zelf notabene zei, was van misschien zijn zij wel de stem van heel veel mensen. Zonder onszelf een vier in de reet te steken, hebben we onze mening nooit onder stoelen of banken gestoken. Hebben we gezegd zoals praten, meestal zoals de supporters ook denken. En dat die terugkoppeling krijgen wij ook. En ik denk dat dat misschien ook wel de reden is geweest waarom Alex gezegd heeft, ik wil daar wel zijn. Niet zozeer alleen voor ons, maar wel naar alle supporters toe. En ik denk dat de payoff van alles moet zijn. Het is voor alle supporters. Het is niet wij. Het is de totale achterban van Ajax. En laten we wel zijn, zonder achterban is er geen Ajax. Dus dat. En weet je, je kan daar heel veel dingen van vinden. Je kan, ik denk dat als Ajax een top 10 lijst zou maken van de media waar Kroes in eerste instantie naartoe zou moeten, dat wij op dat lijstje niet voor waren gekomen. Als je gaat kijken naar de... Oh, wacht even. Volgens mij vindt Kokkie daar wat anders over. Nee, weet ik. De impact daarentegen die het heeft en de goodwill die het gekweekt heeft. En het is heel simpel. Ga lezen hoe de comments zijn op de uitzendingen van en ook op de uitzending die Sam afgelopen... Ja, na afloop van het filmpje, daar spreekt hij met een aantal mensen die dus in de zaal zaten. En dan hoor je ook dat soort dingen allemaal terug. En ook, ja... Nou, het mooiste wat ik vond was op een gegeven moment dat de mensen van Delamar aan hem vroegen, joh, zullen we jou naar de uitgang begeleiden? Via, dat hij zegt, nee, ik loop nog even met de heren mee naar de foyer. Ja. Ik vind dat zegt wel heel veel over wat voor persoon hij is, denk ik. Ja. Hij wist dat er allemaal mensen op hem af zouden komen. Ja. Maar feest het gewoon upfront en hij zegt gewoon, ja, ik loop gewoon mee. Ik wil even met zijn vrouw en zijn zoon waren er ook. Het was een feestje na afloop van de uitzending. Ik heb ze niet gezien, want ik kwam denk ik dat we die foyer in kwamen. Je kon niet verder dan de deur trekken. Verder was een metertje of 5. En daarna stond gewoon alles in de rij voor je giegel. Ja, hoe vonden jullie dat? Want ik weet jou persoonlijk hoe jij daar tegenaan kijkt. Hoe vonden jullie dat? Hij vindt dat normaal gesproken leuk. Maar hem zag ik ergens erachter in die zalen. Waar ze op een gegeven moment die kant op lopen. En ik kwam gewoon niet verder. Als ik naar bekenden toe wou, dan kwamen er weer allemaal mensen. En dingen vragen en doen. En ja, die mensen zijn er voor jou. Dus je kan ook geen nee zeggen natuurlijk. We hebben ze ook uitgenodigd voor de duidelijkheid. Tuurlijk, weet je. En dat weet je dat erbij hoort. En dan klaar. En het was ook leuk om te doen. Ja. Klaar. Ik vond het ook wel grappig om te zien tijdens de theatershow, om even terug te gaan, hoe Kale backstage aan het zingen, aan het dansen was. Ik weet niet of jij het zelf ook nog teruggezien hebt. Ik weet niet of je het kan herinneren. Tot hij het podium opstapte. Ja. Maar daar zag ik al die ontlading bij hem. Moest ik nou net niet zijn handje pakken? Nee, dat is niet nodig, hoor. Ja. Maar kijk, niks vreemds is een mens eigen, zeggen ze wel. Ja. En je weet niet hoe je reageert op het moment dat je voor het eerst voor 1000 mensen live publiek staat. Ja, wat mij wel verbaasde is mezelf dat ik zo rustig bleef. Ja. Dat, ik had wel gedacht dat er echt wel zenuwen ging komen. Maar, ja. Dan kijk je voor je op je display en zie je banger hart van Rob de Nijs staan. Denk, nou, dat is
Toepasselijk. Dat is ook typisch. Goed. Oké. Laten we het over voetbal hebben. Ja, dan gaan we even naar het nieuws. We hebben afgelopen weken hebben we Kale, of afgelopen maanden hebben we Kale zien ontwikkelen tot een echte Ajax dameswatcher, een echte liefhebber. Het begon bij sceptisch en toen werd hij op een gegeven moment wel kenner. Kale, heb jij naar de Ajax dames gekeken? Zeker. En nou nog? Ja. Tegen Chelsea uit bedoel jij? Ja. Ja, zeker. En die kunnen daar die wedstrijd kunnen ze gewoon opgeheven hoofd. Ja. Dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Weet je, en thuis met geblesseerden en dingen was het gewoon heel erg jong, hè? Nou, ja, dan, zeker. Dan verlies je hem. Weet je dat je eigenlijk al kansloos bent voor die return. En ik vind, nu hebben ze gewoon petje af. Ja. Heb je zitten kijken? Ja, zeker heb ik dat zitten kijken. Dus, ik heb dat nooit gezegd dat ik dat niet kijk. Maar er staat één naast me. Heb ik misschien even terug naar het begin van het seizoen. Ja, ik voel het ook niet om aan te gluren, eerlijk is eerlijk. Maar wat ik wel opvallend vind trouwens, die Suzanne Bakker, je kan over vinden wat je wil. Die Suzanne Bakker stopt natuurlijk aan het eind van zo'n Ajax, want het contract wordt niet verlengd. Nu wil jij het gaan doen. Nee hoor, maar het is nou, dat zou niet best zijn. Maar ik vraag me toch wel af wat de achterliggende gedachte daarbij is. Als je ziet hoe de prestatie van de dames is. Ze staan nog 4 punten achter op Twente, als ik het goed aan mijn hoofd zeg. Kwartfinale Champions League. Dan denk ik van, dan stop je met die Bakker als coach aan het einde van het jaar. En dan zal wel weer wat achter zitten. Ja, dus daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik heb begrepen dat het meer vanuit de spelersgroep komt dan dat het vanuit Daphne Costa zelf komt. Maar dat kwam voor haar ook echt als een verrassing, hè? Voor wie? Voor Suzanne Bakker? Ja, maar dat snap ik wel. Als jij ergens goed presteert en je doet het goed, dan is het natuurlijk raar als je te horen krijgt van, joh, we stoppen ermee. Ze willen structureel aanhaken bij, waar heb ik dat eerder gehoord? Bij de Europese top. Goed. We gaan het zien. Over trainers gesproken, je haalde het al aan. Wat Schip die stopt aan het eind van het seizoen. We hebben nu al gehoord zoveel kandidaten. Maar wat, als we nou gewoon kijken naar wat je nu nodig hebt. Vinden jullie dat jullie een ervaren kandidaat nodig hebben? Zullen we eerst even teruggaan naar John van Schip zelf? Want zeker. Die stopt. Nee, hij wordt natuurlijk... Hij gaat natuurlijk als hoofdtrainer. Precies, hij gaat dingen op de toekomst doen. Ja, maar dat is niet nieuw, toch? Dat wisten we eigenlijk vanaf het begin. Daar is niks aan. Dat komt voor mij niet als een verrassing. Dat iedereen bleef zeggen, hij moet trainer blijven. Nee. Dat kwam voor mij wel eens een verrassing. Ja. Want je wist, hij ging voor deze periode instappen. En daarna gaat hij iets doen richting dat technisch hart bij die club. Nou, daar zullen ze nog invulling aan moeten geven. Maar hadden ze niet beter, want je hoort best wel wat onervaren tussen aanhalingstekens namen, qua hoofdtrainerschap. Hadden ze dan niet beter gewoon meteen, stel je voor je gaat voor zo'n Pepijn Leinders of Pepijn Leinders is ook geen ervaren coach voor de duidelijk. Maar stel je voor je gaat voor zo'n trainer of je gaat voor Vos. Je kan zoveel namen noemen, hè, nu. Hè? Je had iemand moeten hebben die, want daar bedoel jij nu op? Op een aantal maanden geleden had ingestapt. Nou, nee, ik zou zeggen, waarom had je die niet al nu al laten instappen als assistenttrainer? Dat moet er wel beschikbaar zijn, hè? Ja, maar goed, dat je die gesprekken zou vinden. Met wie ze aan het praten zijn. Er worden allerlei dingen gesuggereerd. Er staat VI van afgelopen week, staat geloof ik een Rad voor Fortuin. Er staan 8 poppetjes bij. Ja. Het zal allemaal wel. Ik vind het allemaal geweldig. Weet je, ik denk dat Kroes in samenspraak met zijn kompanen. En die hebben een hele lijst met trainers. Die gaan niet over één dag. Die gaan gesprekken aan met die mensen. En dan zullen ze gaan vinken, nemen we hem wel of nemen we hem niet. Zoals in elke positie normaal gesproken iemand gekozen wordt. Ja. 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 Maar denk je nou dat de selectie behoefte hebt aan een ervaren trainer? Of vind wat ik me wel afvraag is hoe de selectie omgaat met het feit dat ze dus nu weten dat John van Schip aan het einde van het seizoen definitief... Dus eigenlijk nu al dat die beslissing genomen is dat hij volgend jaar niet de hoofdcoach is. Dat betekent dat je 7 wedstrijden gaat spelen met die wetenschap. En ik vraag me af hoe die selectie daar wel op gaat reageren. Ik denk dat een heleboel van die jongens ook nog niet zelf weten waar hun volgend jaar zijn. Dus ook dat. Dus ik denk dat ze eerst maar eens bezig moeten zijn met zichzelf zo goed mogelijk laten zien. Zo goed mogelijk je wedstrijden spelen. En met z'n allen dit seizoen. Wat natuurlijk kloten is voor alles iedereen. Maar zo goed mogelijk afzien te sluiten. En je hebt nu een berg wijn terug, wat ik begrepen. Zal die er gewoon bij zijn zondag? Maar je hebt weer geen Brobbie. Ja. Geen Brobbie. Dus hoe ga je het invullen? Als je Akpom in de spits gaat zetten, denk ik dat je ook 2 mensen op de vleugels moet hebben.
Nou, dan heb je Mika Gods erbij. Die was natuurlijk iedereen wel... Hè, want die liet de vorige keer in één helft meer zien... dan de rest in het voorgaande seizoen. Ik denk, ja jongens, welke poppetjes gaan ze opstellen? En ik ben er heel benieuwd naar. Henderson is er niet bij. Ik ben er heel benieuwd naar wat er allemaal gaat komen. Kaplan is er niet bij. Dit is er niet bij. We missen er wel een paar hoor. Berghuis is er niet bij. Berghuis, Henderson, Robbie. Henderson is er niet bij. Nee. Kaplan. Kaplan is geschorst. Rensdijk tegen is terug. Dus ik ben benieuwd. We spelen tegen de nummer 13 aanstaande zondag. Weet je wat de overeenkomst is tussen PEC Zwolle en Ajax? Nou. Allebei 47 tegendoelpunten. Nou. 47 tegendoelpunten. Dat is normaal, is je eigenlijk... Tja, dat is bizar, hè? Ik hoop niet te geloven, dit. Nee. Moet je realiseren wat ik nu zeg. 47 tegengoals, gelijk aan PEC Zwolle. PEC Zwolle overigens de nummer 13 van de Eredivisie. Zei ik. Zo, dat is echt... Het is heftig om dat aan te doen, inderdaad. Maar ja, goed... Volgens Johan Derksen moeten we er blij mee zijn dat Henderson niet speelt. Maar hoe zouden jullie dat middenveld invullen? Dat is voor rekening van... Nu alles er is? Ja. Ja, ik ben een fan van Sylvane Vos. Die zou ik nu op die positie gaan doen. Ook omdat je weet, met oog op de toekomst, dat je dat soort jongens nodig hebt. En daar spits, ik weet niet of ik Akpom zou zetten... of dat ik misschien wel eens een keer met Rijkhoff zou gaan voetballen. Want je wil ook zien wat die Rijkhoff gaat doen, weet je? En niet alleen 5 minuten of 10 minuten. En ik vind nog steeds Akpom, die vanaf de bank komt als spinshitter... veel meer rendement hebben voor Ajax dan dat je hem een baas plaatst. Ik ben niet verbaasd staan te kijken als die Bergwijn in de spits zetten. De Bergwijn in de spits zou ook nog zomaar kunnen. Maar dan en hem een beetje in die Brobbie-rol laten spelen. Ja, dat zou ik zomaar kunnen. Maar hoe, want hij gaat dat systeem niet overhoop. Hoe zou jij het verdedigend middenveld neerzetten dan? Want een Tahirovic is toch wel even iets anders dan een Henderson. Ja, en dan zou ik liever daar kiezen voor een Sylvano Vos. Maar dat is mijn idee. En ja, ik zou ook denken, die jongens, daar ga je mee door. Dat is ook perspectief geven. Je toekomst. Dus die zal je moeten laten spelen. Ja. En een Rijkhoff elke keer 10 minuutjes zien, of een Jong. Ik zou ervoor kiezen, oké, laat hem maar eens een keer spelen. En kijk, dat is een uur wat zo'n jongen doet. Trek hem er dan af, zet dan een Akpom erin. Weet je. Je kan er heel veel afleiden aan vanavond. Hè. Vanavond speelt Jong tegen Emmen uit. En dus daar overigens staan ze in de periode, vierde periode, staan ze tweede met twee gewonnen. Maar Emmen uit win je ook niet zomaar. Hè? Nou, die staan ook ergens negende of zo. Maar die doen het ook niet echt goed hoor. Nee, maar dat is wel gewoon... Emmen, we hebben het over... Maar je hebt het over jonge Ajax. Jonge Ajax. En heel jong Ajax. Hè? Want als je kijkt naar die leeftijd... Want er zijn ook wel veel van jong Ajax... die nu zondag bij Ajax 1 op het bankje daarom moeten zeg zitten. Ik, van, ik ben heel benieuwd wat er vanavond speelt. Want daar kan je heel veel uit afleiden wat er meegaat... aan zo'n zondag naar Zwolle. Dan zullen ze een halve wedstrijdje en dan gaan ze eraf. En iedereen zegt ook, jong Ajax staat slecht en dit en dat. Maar ze vergeten dat al die spelers... steeds naar dat eerste erbij getrokken worden... Die lang niet al die wedstrijden spelen. Als je kijkt naar de leeftijd van jonge Ajax... zijn vaak toch wel iets oudere jongens dan ze nu hebben. Nu zijn het echt hele jonge jongens. Ja. Maar goed, de gemiddelde leeftijd van Ajax 1. Gaan we eens kijken. Ja, daarom juist. Dat zit geloof ik eerst op de 21 jaar. Want ook staat in verband met elkaar. En Berghuis er niet bij is. Dan kan je wel aardig wel invullen wat er allemaal richting het eerste gaat. Maar jullie zeggen dus Bergwijn in de spits met zijn rug naar het doel. Zou een goede optie kunnen zijn. Als je het systeem gaat voetballen wat hij de afgelopen weken gedaan heeft... Dan gaat hij nu niet ineens met drie spitsen spelen, dat geloof ik niet. En als hij dat wel doet, dan denk ik dat die Akpom in het midden zet. Dat je Bergwijn en Gorts op de vleugels krijgt, dat je zoiets zou doen. Dan Linsson op 10 of zo, dat hij zoiets in echt zet. Maar Bergwijn is sowieso wel een speler die met zijn rug naar het doel voetbalt. Dat is überhaupt gek voor de buitenspeler. Maar misschien kan je hem juist wel goed gebruiken als spits, inderdaad. Dat zou me niet verbazen. Laat ons verrassen, denk ik. Ja, we gaan er naar kijken. Maar in ieder geval, er komt nu wel het onderdeel waar we het allermeest naar vooruitkijken natuurlijk. Ja, de voorspelling van Kale en Kokkie. Och, mijn god, dit. Mijn gods. God. Kale, wat gaat het worden? Wij moeten winnen morgen. Of zondag. Het is zo klote dag weer, hè? Kwart over twaalf. Echt. 0-2. Maar tijd, jongen, ben ik net thuis met 0, die honden. Ga even 2. Rustig zitten, gaan voetbal kijken. Hoor je me? Ja, dat zegt ik vind prima. Maar genoteerd. Ik denk dat we nu wel weer een tegengoal krijgen. Nee, nu niet. 1-3. PEC Zwolle scoort ook slecht, hoor.
Zeg ik 1-2. Tegen ons denk ik dat de gemiddelde... Weet je, de pest is gewoon dat je gewoon elke wedstrijd met angst en beven tegemoet... Je staat elke keer met de andere achterhoede. Wanneer is de laatste keer dat je echt compleet was? Nee, niet. Het is het hele seizoen al niet compleet geweest. Maanden geleden. Er is elke keer wel wat. En als het geen rode kaarten zijn die we natuurlijk in grote getalen binnenhalen... Dan is het wel een blessure. Dus het is een... wat dat er gaat. En ik vond dat wel aardig, want... Daar had David Ent het ook over een paar weken geleden. Als je ziet wat het niet alleen fysiek, hè, want fysieke blessures ontstaan vaak met mentale problemen ook. En ja. Het zou wel, die hebben natuurlijk ook die gasten een seizoen achter de rug. Zo. Nou ja. Maar kijk wat Brobby nu gebeurt. Die hamstring. Ja. Dat kon je natuurlijk al ja, dat zei je gelijk. Komen, dat vroeg of laat, ja. dat een keer fout ging. En dat... Zoveel arbeid verlenen. Ze hopen. Een hoop is, wat was het ook alweer? Mooi uit, ik weet het niet eens meer. Ja, maar goed, toen ik dat las, dacht ik bij mezelf toen even rustig. Want als je hem te vroeg terugbrengt, ben je hem helemaal kwijt. Ja. Maar je krijgt een aardig programmaatje, Nadine. Ja. We krijgen woensdag Go Ahead. Dan krijgen we, volgens mij, is het dan Twente en Feyenoord achter elkaar. Zo, ja. En dan nog met... Met een half elftal wat gebeurt. Precies. Ja. Met veel afweziger. Tegen die tijd terug is, maar laat het hopen. Berghuis is heel langzaam op de weg terug. Maar ja, Henderson ben je sowieso 3 wedstrijden kwijt, ja. Is gezegd. Brobby zie ik niet zo snel terugkomen met een hamstringetje. Dat denk ik ook niet. Ja, ik zou dat niet doen. Ik zou niet zoveel risico en druk erop gaan zetten. Juist met dat. Ik denk, als hij dan weer die wedstrijd eraf stapt, dan haalt hij het einde van het seizoen, zie hem niet meer terug. Ja. Klopt. Want als het verrekt is lastig, maar als je het scheurt is het even klaar. Dan ben je gewoon 8 weken klaar. Ja. Dus dan is het einde. Maar het ging nog wel langer. Ja, zo simpel is het ook. Dus je erin, dan is het even over. Even over Brobby nog kort. Afgelopen week kwam er een video online. Jullie hebben hem ook nog op de Facebook gezet. Dat was wel goed geregeld, hè? Want die jongen die natuurlijk... Ja, maar als je dat kijkt, dan word je wel even stil, hè? Als je gewoon zulke dingen ziet met z'n allen en dan denk je... Bam. Even voor de duidelijkheid, het gaat over een jonge supporter waar zijn moeder een brief schrijft aan Brian Brobby. En die jongen die heeft een hersentumor achter de rug. Ja. En die wordt op uitnodiging van Ajax wordt die in het zonnetje gezet, ontmoet de spelers en dergelijke. Het is, als je hem niet gezien hebt, ga hem kijken. Hij staat op YouTube. Ja. Het is een prachtige, prachtige film geworden van een minuut of 5. Maar als je dan praat over... een warm nest, dan dat is misschien wel hetgeen. Dat is een mooie afsluiting misschien wel. Waar Alex Kroes op doet als het gaat om het club de club weer worden. En dat spreekt daaruit. En met name de reactie van Brobby is fantastisch. Ja. Van Akte. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Je moet nog één ding doen. Ja, nou, deze podcast. We gaan er één ding doen. Ze gaan nog één ding doen? Maar die film wel. We gaan Bart even in het zonnetje zetten. Als onze technicus de afgelopen maanden... de man die... Zet je microfoon. Ja, nu gaan we het hebben, hoor. Dan kunnen ze ook een keer horen. Ze horen jou nooit. Nee. Wordt hij net als jij, dan wordt hij ook een beetje... We gaan je een t-shirt reizen, Bart. Oké. Goeie maat? Goeie maat. Okay. Tenminste, dat denk ik. Okay. En hij is je vanuit het gegund. 2 keer ikzelf. Jouw maat? Kijk, hij is wel mooi, hè? Voor degene die hem nog niet heeft. Kijk, is die. Te koop. Daar is hij. Leuk, hoor. Kijk, Bart. Moet hij ook aan? Ja. Okay. Oh jee. Gaan we zo nog even een fotootje nemen. Oh ja, het wordt nu wel een hele spannende uitzending. Dat is een flats. Leuk bij het beeld, hoor. Ja, precies. Er heeft ook geen enkele zin in. Niemand niet zien. Nou, goed. Ik heb nog nooit gezien hoe het staat met iemand met lang haar. Dus dit is ook... Ja, je hebt er ook dames in het shirt gezien. Nou, goed. Beetje keurig. Kijk eens even. Kijk eens. Kom er nog bij staan. Hoi, man. Kijk eens. Hartstikke goed. Voilà, jongen. Goed. Kom. Mooi. Nou, bij deze. En volgende week zit ik hier zonder jou. Oh jee. Ja, ik zit in Italië volgende week. Dus dan weten we nog niet wie er op die stoel zit. Hij gaat ervan uit dat hij de voorspelling goed heeft. Ja, ik wou zeggen, hij loopt wel op de zaken vooruit nu. Hij is wel heel erg veel confidence. Dames en heren, hartstikke bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Check ook aanstaande maandag het filmpje weer met Sam op het kanaal van de AT5. Bart, bedankt voor je van vandaag. En voor de heren die in de studio zitten, thanks voor de aanwezigheid. Tot de volgende keer. Adios.
Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter in je favoriete podcast-app. Wil je meer podcasts van AT5 beluisteren, bijvoorbeeld over de Amsterdamse politiek? Check dan Het Gesprek met de Burgemeester met politiek verslaggever Nicolai Brennan. Abonneer je nu.